Vandaag gaan we maken een gerecht wat ik vorig jaar heel lang op de kaart heb gehad, wat iedereen eigenlijk super lekker vond. Het was geroosterde kabeljauw, beurre blanc van paling en hazelnoot, crème van bloemkool. We gaan beginnen met alvast de saus opzetten, want die moet een half uurtje trekken. Daarvoor hebben we palingvellen. Die kan je gewoon halen bij de visboer. Dat is eigenlijk gewoon een soort van afvalproduct. Wordt niet zo vaak gebruikt, aangezien er gewoon de palingfilet vaak wordt verkocht. Maar dit is echt perfect om je saus mee te maken. Dus het enige wat je eigenlijk hiervoor hoeft te doen is deze op te zetten. Water erbij. Dus eigenlijk maak je een soort bouillon ervan. Dus die kan op het vuur en dan langzaam aan de kook brengen. En dan even laten trekken. Voordat we de kabeljauw gaan stomen, ga ik hem even pekelen. Dit is om gewoon wat smaak toe te voegen. Wat structuur. Wordt hij ook net even wat steviger, krijgt hij iets meer body. Dus je kan er gewoon normaal zout voor gebruiken. Gewoon echt helemaal onder. Dan even goed zorgen dat ook de uiteinden zijn ingesmeerd. En de dikte van zo'n stuk ongeveer, dat is ongeveer een half uur pekelen. Dan gaan we de bloemkoolcrème maken. Die bakken we in de boter. Die bakken we net zo lang door totdat de boter beurre-noisette wordt en de bloemkool gaar is geworden. Dit om die notige smaak te geven. En dit gaat heel lekker bij de kabeljauw en de paling. Dan pakken we de helft van de bloemkool. Dus de ene helft bewaren we, daar gaan we straks rauw overheen raspen. De andere helft gebruiken we om te bakken in de boter. Daar gaan we crème van maken. Even buiten de kern schoonmaken. De binnenste kan eruit. Daar krijg je niet zo'n mooie crème van, dus die kan weg. We gebruiken eigenlijk alleen de roosjes. Dus die kan je gewoon grof plukken. Je gaat ze toch uitbakken. Dan maken we de crème van. Ik vind bloemkool gewoon persoonlijk heel erg lekker bij dit gerecht. Maar je kan ook knolcrème maken, knolselderij, pastinaak. Dat gaat er ook prima bij. Dat zijn goede smaken die je er gewoon bij kan doen. We beginnen met een klein beetje olie in de pan. Anders verbrand je boter net iets te snel. En dan kan de bloemkool erbij. We moeten de bloemkool ook niet te grof laten, want dan duurt het te lang voordat hij gaar is. Dat is eigenlijk de maat die je hier ziet in de pan, dat is de goede formaat. Niet te veel in de pan, gewoon dat de bodem bedekt is. Als je te veel gaat opstapelen, dan wordt de bovenkant niet gaar. Dus echt alleen één kant bedekken. Alles wat je overhoudt kan je gewoon bewaren. Beetje zout nog erbij, trek dat er mooi in. Versnelt ook het garingsproces. Zo, nu is hij mooi een beetje aangebakken. Nog twee goede lepels boter erbij. Drie zelfs. Mag wel echt lekker vet zijn. Zo mooi de boter verdelen. Dat die de bloemkool daarin kan garen. Daar moet je ook genoeg boter doen, anders gaat je bloemkool niet goed. Dus hij gaat nu mooi bakken in die boter. Langzaam gaart hij. Op een gegeven moment wordt de boter beurre-noisette. Wordt hij bruin, dan begint het te ruiken naar een beetje die nootachtige smaak. En dan weet je dat de bloemkool ook bijna gaar is. Dus je hem op het juiste formaat hebt gesneden. En dan kunnen we hem gaan pureren. Okay, hij heeft nu een half uur in de pekel gezeten. Dus is hij mooi erin getrokken. Steviger geworden. Dus dan moet je hem eigenlijk helemaal mooi, niet te lang, want dan hou je geen smaak meer over. Zorg dat alle zout goed af is. Je hebt kabeljauwfilet en kabeljauwrugfilet. Als je rugfilet bestelt, heb je niet de buikwand eraan, dan is hij eigenlijk al schoongemaakt. Dus dan krijg je een mooie moot en die kan je eigenlijk al heel goed portioneren. Zit alleen vlies zit erop, wat schoongemaakt moet worden, maar voor de rest kan je eigenlijk meteen al beginnen. Per persoon pak je ongeveer 80 à 100 gram. Dan krijg je zo'n mooi stuk, goed voor één persoon. Dus deze gaan we stomen. Zelf gebruik ik natuurlijk stoomoven, omdat ik voor meer dan 4 personen kook eigenlijk per avond. Voor thuis is een stoommandje eigenlijk perfect. Dus je kan hem gewoon in je pan zetten, in een koekenpan als er maar water onder zit. Zo'n pannetje kan best wel wat hebben, als je hem daarna maar goed weer laat drogen. Dus zorgen dat hij goed stoomt, dan de kabeljauw van tevoren wel goed op smaak brengen. Dus een beetje zout eroverheen. Ik gebruik pancoating, dat is eigenlijk vloeibare boter, om een beetje in te vetten. En dan weet je zeker dat hij niet blijft plakken aan het mandje. Die heeft zo'n 5 à 6 minuten nodig, hangt van de dikte van de kabeljauwmoot af. Dus ondertussen zit deze lekker te pruttelen. Dus je ziet nou dat de kleur langzaam begint te veranderen. Zorg er wel voor dat je hem goed van de bodem afhoudt. Want het kan nog wel eens gaan aankoeken. En gewoon een goede pan gebruiken. Dat is ook handig. Dus de bloemkool die wordt nu ook langzaam wat zachter. Je kan er nu gewoon doorheen. Dus dan weet je ook al dat hij bijna zover is. Maar qua kleur moet hij gewoon net even wat donkerder. Dat hij echt gewoon volle bak bruin wordt. Palingsaus is lekker in te koken. Ik denk dat die nog 10 minuutjes moet. Dan is het bijna goed. Hij wordt nu echt mooi geel-bruin. Beetje deze kleur.
moet hij eigenlijk helemaal hebben. Echt, hoe meer kleur eigenlijk, hoe meer smaak. Niet te zwart natuurlijk, want het wordt bitter. Maar dat snapt hopelijk iedereen wel. Ondertussen is de vis ook klaar. Kijk, nu is hij eigenlijk perfect. Want dat zie je, er komen geen eiwitten uit. Hij is mooi strak. Hij is stevig. En als je het echt goed wil doen, even checken met een pisonprikker. Dan moet hij net in het midden moet hij een beetje weerstand hebben. Dus zoals nu. Nu is hij perfect, dus kan hij eruit. Oké, nou deze is inmiddels klaar. Als je hem nu nog langer doet, dan wordt hij zwart. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus kunnen we zeven. Zo. En eigenlijk het uitlek wat je hiervan hebt, de beurnozet, een beetje met bloemkoolsmaak erbij. Die gebruiken we straks weer om de bloemkool mee op te draaien. Om de crème van te maken. Halen we even het velletje eraf. Als het velletje er makkelijk afgaat, betekent sowieso dat hij gaar is. En het feit dat je geen eiwitstolling hebt rondom je vis, betekent ook dat hij niet te gaar is. Dus dat is perfect. Dit kan allemaal in een beker of in een pannetje. Wat je wil, maakt niet zoveel uit. Waar de bloemkool in is gebakken, daar doe je ongeveer de helft van bij. En dan daarbij een klein scheutje water. Je kan ook die palingbouillon gebruiken, maar omdat het gerecht al genoeg palingsmaak heeft, houdt het dit wat neutraler. Dus kunnen we deze doorstaven. Iets meer boter bij. Elke bloemkool is eigenlijk anders. Dus je moet zelf even kijken als je hem aan het staafmixen bent, dat hij de juiste structuur krijgt en de juiste smaak wat je wil. Dus als je hem iets minder vet wil, dan doe je iets meer water erbij. Als je hem wel iets vetter wil, dan doe je iets meer boter erbij. Ik hou persoonlijk wel van lekker vet. Dus ik heb nu alle boter er eigenlijk bij gedaan waarin ik hem heb gebakken. Is het klaar? De palingbouillon is klaar. Hij heeft een mooie kleur gekregen, maar als we even kijken naar de kleur, dat hij mooi amber is. Ik kan natuurlijk ook altijd nog even proeven. Top. Hij is nu mooi warm, maar hij komt net van het vuur, dus hij is tegen de koker. Dus hij heeft eigenlijk al ideale temperatuur om op te monteren. Dus eigenlijk is deze saus is best wel vet. Dus eigenlijk is het 50-50 boter en bouillon. Dus eigenlijk steeds een beetje boter erbij. En dan zelf gaat hij hem al opmonteren. Een beetje zout bij, peper en een klein beetje citroensap, omdat het is een vettig gerecht. Dus hij heeft ook wel zuur nodig. En het zuur pakken we dus uit die citroen. Laten we zeggen dat je sap van een halve citroen gebruikt op een halve liter ongeveer. Goed, het belangrijkste natuurlijk is de saus proeven naar eigen smaak. Ik hou van gerechten die hoog op smaak zijn, hoog in zuur, hoog in zout, maar dat ben ik. Dus als je thuis zegt ik hou niet van heel veel zout, doe je het gewoon niet. Meer fris en dan doe je iets meer citroen erbij. Zo, die is klaar, dus mooi opgemonteerd. Ik kan hem straks daarna opwarmen als hij meegaat. Niet te lang doorkoken of te hard aan de kook brengen, want dan gaat hij schiften. Omdat er best wel veel boter in zit en vet. Als je helemaal te lang doorkookt, dan gaat de bouillon zich scheiden van de boter. En dan weet ik zeker dat het thuis niet helemaal goed gaat. Dan gaan we het bord opmaken. Eerst de kabeljauw even voorbereiden. Dus als je de huid eraf haalt, dan ga je hem branden op diezelfde kant waar je de huid vanaf haalt. Want daar zit een hele mooie vetlaag. Zit daar. En als je die brandt, geeft heel veel smaak geeft dat af. Dus niet te bang zijn met branden, mag best een beetje kleur hebben. Ook weer niet te lang, want dan droogt hij uit. Gewoon hard branden tot hij deze kleur heeft. Een beetje hazelnootolie. Eroverheen. Geeft een net iets intensere smaak. Grof gemalen peper. Zeezout.
Een citroen, zes eroverheen. Hazelnootjes. Ongeveer twee hazelnootjes per kabeljauw. En dan ook nog als laatste een beetje rauwe bloemkool. Dus dan hebben we kabeljauw. Die mooi bord. Dan hebben we hier de crème van bloemkool. Dat is een mooie kaneel erbij. Niet te zuinig. Dan als laatste saus van paling. Nog erbij, de beurre blanc. Niet te zuinig. Geroosterde kabeljauw met hazelnoot, bloemkool, beurre noisette en paling beurre blanc. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.